Hallo, welkom bij alweer een nieuwe video van seizoen 2024 van De Stem van Songfestival.be. Vandaag word ik geflankeerd door Sven en Arne van onze redactie. Een nieuwe vuurdoop trouwens. Ja, voor de allereerste keer in deze video's. Lekker spannend. Ik ga meteen bij u blijven. Ik ga meteen vragen naar jouw mening over de inzending uit Denemarken. Steek van aan. Ja, eindelijk. Denemarken is terug op het Songfestival, denk ik. Na een aantal jaren toch wel wat mindere resultaten voor Denemarken, vind ik dit wel een topnummer. Frisse pop, een stijlvolle live performance ook in de nationale finale, dus ik vroeg er ook wel veel van op het Songfestival zelf. Een fris popliedje geeft mij eigenlijk wel een beetje Emily Sandé vibes ook. Zit er wel wat Emily Sandé compositiewerk in, heb ik wat gevoel. Klinkt goed, fris. Misschien niet bijster origineel, maar wel, ja, en ik denk ook die oe-oe-oe. Dat klinkt altijd wel, dat pakt altijd wel op het Songfestival. En vraag maar aan Estine uit Nederland. Daarmee kan je nooit fout doen, denk ik, op het Songfestival. Als je die goed inpakt, als je die goed brengt. Ik vind het een hele leuke inzending van de Denemarken. Toch dat ze zo terug zijn. Ik zeg niet bijster origineel, wat mij ook wel een beetje opvalt als je de bridge luistert van het nummer. Vind ik het wel een klein beetje slim gepikt van de bridge van Tattoo. Als je die strijkertjes hoort, dan heb ik zo meteen een Loreen gevoel dat ze zo, weet wel, daar zich zo draait en dan de stil in blauw wordt. Dus daar heb ik wel een beetje een Loreen gevoel, maar eigenlijk wel slim gemaakt, denk ik, van de Dienen. En ook welkom back to the file, volgens mij. Oké, dankjewel. Benieuwd wat Arne ervan maakt. Ik treed de mening van Sven grotendeels bij. Ik vind dit sowieso ook een van de beste Deense inzendingen van de afgelopen jaren. Dus ik denk dat ze... Nee, moeilijk ook natuurlijk. Klopt. Dus ik denk dat Denemarken dit jaar effectief wel nog eens goed gaat scoren. Het is ook een verademing dit jaar om toch nog eens een leuk fris popliedje ertussen te hebben. Ik merk inderdaad ook, of ik zie ook de gelijkenissen, net zoals Sven met Tattoo van Loreen, maar ook wel een beetje Heroes van Montselmerlu. En dan heb ik het vooral over de setting op het podium zelf. Daar bleef ik misschien nog een klein beetje op mijn honger zitten. Er gebeurt heel weinig. Ik vind het lichtspektakel heel mooi, maar het is wel 3 minuten hetzelfde. En ik denk dat er nog iets rond de zangeres zelf mag gebeuren. Dus daar hoop ik dat er aan de staging nog iets zal veranderen. Maar voor de rest vind ik dit een zeer leuk inzending. Oké. Ja. Ik volg jullie deels. Ik vind het, voor wat mij betreft, is de staging eigenlijk wel klaar voor het Songfestival. Ik vind die heel sterk. Ik vind die heel mooi. Alleen merk ik bij mezelf dat de staging mijn aandacht afleidt van het lied. Ik denk 3 minuten, amai, dat zijn schoon liedjes. Amai, dat is mooi gedaan. Maar dan daarna denk ik van, oei, wat heb ik nu eigenlijk gehoord? En dat valt mij dan eigenlijk totaal niet op. Want ik vind het nummer aan zich redelijk statisch. Ook, er zit ook weer opnieuw heel weinig echt in, vind ik. Ik vind het meer een beetje een demo-versie van een lied. Waar nog veel meer potentieel had ingezeten. En dan hebben ze maar een beetje geprobeerd om daar eigenlijk, met dan de staging, die ik echt heel geslaagd vind, meer mee te maken. En dat werkt, hè. Dus begrijp me niet verkeerd, als totaalpakket voor het Songfestival werkt dat. Zie ik dat ook effectief scoren op het Songfestival. Maar ik ga dat lied, denk ik, nooit echt vrijwillig opzetten voor mezelf. Daarvoor heb ik ook wel echt het optreden met die lichten erbij nodig om het te kunnen appreciëren. Maar ik geloof ook wel zeker dat Denemarken inderdaad weer opnieuw kans maakt om te gaan scoren dit jaar. En ook wel goed, dus die landen die het aan de afgelopen jaren vaak minder deden, ook wel een klein beetje inderdaad terug kunnen komen op die manier. Dus ja, Denemarken, het mag. Het mag wel, denk ik dan, dat we daar wel over eens kunnen zijn. Dat klopt, ja, hè? Zullen we het zo even samengebouwd brengen? Ja, dat is goed, goed. Mooi consensus. Vanaf zo gaat dat bij de Songfestival.be uiteraard, hè? Voilà. Nee, eens kijken, heren, wat jullie dan qua punten van Saba en Saint maken. Wel, in tegenstelling tot jou luister ik het wel vrijwillig. Oei. En dat verdient daarvoor wel een welverdiende 8 voor mij. Oké. Ik ga voor een 7. Oké. Ik ga nog 1 stapje naar beneden en ik ga voor een 6. Dus voilà. Kijk. Dus 8, 7, 6 voor, van ons voor Denemarken. Heel benieuwd wat jullie maken van de Deense inzending van dit jaar. Geef opnieuw zeker jullie scores op 10 door. En weeg mee het eindoordeel van de Stem van Songfestival.be.
Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende. Bye bye.